hij staat. Gefeliciteerd. Nee, dank u, mijn lieve schat, met jouw verjaardag, hè? Oh ja, ja. Gisteren. Goed cadeau, hè? Ja, dank je. Dank je wel, schat. Alsjeblieft, oh, namens de spelersgroep. Ja, dank je. Hiep, hiep. Nazan budget al jaren een heel soort van de spelers van Sportclub Jereveen. Heel emotioneel. Het is heel, heel spannend en heel emotioneel. Ik moest huilen. Ja, en toen ik liep snel naar buiten en zei, Janner, we hebben een verblijfsvergunning gekregen en hij gaat gewoon trillen. En iedereen ging buiten gewoon huilen met vriendin van Janner en die kind. Elke nieuw bij de club feliciteert Nazan Joet met het goeie nijs. Als Soens in Nederland is, nog 14 jaar lang, vangt ze de nieuwe binnen- en buitenlandse spelers op. Ik Tjender Kavlan had een soort help van Nazan Hoorn. Ik ben opgevangen door haar, dat is gewoon, ja, het is gewoon ja, echt, echt geweldig. Ze staat dag en nacht klaar en ja, dat is gewoon, ja, zo'n vrouw is het. Altijd vrolijk en altijd blijven lachen. Klasgenoten van zo'n Soeren kwamen op het Friesland College er al in actie en ook de fans van Sportclub Jereveen. De felicitaties komen onder oren van Daniel Pranzic, Victor Elm, Miralem Soleimani en Ron Jans. En er kwam vannacht zelfs een oud Jereveen-speler op bezite. Samir, ja, Fazli. Hij speelt nu in Zwitserland. Hij kwam gelijk met. Hij pakt een vliegtuig. Hij vliegt direct naar Nederland. En om 2 uur hij kwam gewoon binnen. Dat was een grote verrassing van ons. Een paar spelers en Namli Nacht kwam binnen. En ja, vandaag wij gaan een feestje vieren met die jongens. Ik heb dan ook nog een kleine en dan, daar is ook helemaal gek op. En, oma? Ja, ze is ook een oma. Ja. Ze wordt ook oma genoemd door mijn zoontje, dus de band is gewoon echt goed. Ja, als je chagrijnig bent en je gaat naar haar toe, nou, dan kan je niet meer chagrijnig zijn eigenlijk. Dus ja, ze is gewoon onwijs belangrijk voor de club, denk ik ook, voor de spelers. Ik kom er nog steeds regelmatig. Af en toe even gezellig eten, voetbal kijken, dat kan altijd bijna staan. De voetbalfamilie had een soort help gekregen van de politiek. Ze hebben wargemaster Tseert van der Zwand van het Jereveen en Tweede Kamerlid Lutz Jacobi een soort moeite dienen. Die verblijfsvergunning betekent alles. Eindelijk, wij hebben vrijheid. Mijn kinderen, mijn dochter heeft diploma, zij kan gewoon werken. Soeren heeft 2 diploma's, dat mocht niet krijgen nu eigenlijk. Hij mag die diploma's krijgen en kan gewoon werken.